Videokaarten blijven peperduur en slecht verkrijgbaar. Maar AMD's nieuwe Radeon 6500 XT belooft verbetering met een adviesprijs van 199 euro. Wie het afgelopen jaar een videokaart wilde kopen, zal vaak van een koude kermis thuis gekomen zijn. Want videokaarten zijn of niet verkrijgbaar, of ze zijn peperduur. Nou Reinhard, AMD belooft nu verbetering, want met de nieuwe Radeon RX 6500 XT zeggen ze een kaart te hebben die 199 euro moet gaan kosten. Ja, dat is een adviesprijs die we eigenlijk gelijk al het raam uit kunnen gooien, want daarvan weten we, die gaat niet gehaald worden. Maar het is wel een adviesprijs die laag is en dat laat vooral zien dat ze hiermee een nieuwe instapkaart willen toevoegen aan hun portfolio. Want je zegt al, die adviesprijs kan meteen het raam uit, want wij weten nog geen officiële prijzen op het moment dat we dit opnemen. Nee. Maar sommige partners van AMD hebben wel laten weten dat die 199 euro, dat hem niet gaat worden? Nee, Asus heeft sowieso al laten weten dat ze modellen hebben die rond de 300 euro zitten. Dus wij verwachten ook wel dat de goedkopere RX 6500 XT's, dat die misschien net iets onder de 300 euro gaan zitten en de duurdere modellen iets erboven. Het zou kunnen zijn dat de markt hier wel heel sterk op reageert en ondanks dat AMD zegt dat deze kaart niet populair is voor miners, dat die prijs toch nog wel hoger komt te liggen. Ja, dat is een van de dingen die AMD inderdaad zegt. Hè. Deze kaart zou dus niet massaal door miners opgekocht moeten worden, omdat die daar minder geschikt voor is. Ja. Grote vraag is dan natuurlijk, en die gaan we proberen te beantwoorden, is die wel geschikt voor gamers? Hoe past die RX 6500 XT in de line-up van AMD? Nou, de chip zelf, dat is een Navi 24 GPU. Die zit nog lager in een nog lager segment dan wat ze tot nu toe hebben uitgebracht. De meest low-end kaart die ze tot nu toe hadden was de RX 6600. Die was op een grotere chip gebaseerd. Dit is dus een kleinere chip die ook voor laptops gebruikt wordt als losse videokaart daarbij. En AMD heeft besloten om die chip ook te gaan gebruiken voor desktopkaarten. Dan hebben we het over een klein chipje, die Navi 24, van iets meer dan 100 vierkante millimeter. Dat is nog echt wel een stuk kleiner dan wat we bij die RX 6600 en RX 6600 XT zien. Maar goed, het maakt hem ook weer makkelijk te produceren. En het idee daarbij is dat je die schaarste dus een beetje kunt tegengaan. Want ja, chip die makkelijker te produceren is en kleiner is, dan haal je meer uit een wafer. En ze hebben behoorlijk weinig videogeheugen op deze kaart toegevoegd. Ja, ik zie hem in de tabel staan met 4 gig in 2022. Hoe hebben ze dat bedacht? Ja, het is interessant. In hun presentatie, in hun perspresentatie, vertellen ze bijna trots van deze kaart zal niet interessant zijn voor miners. Want er zit te weinig VRAM op. En als je een mining farm of zo hebt, dan zoek je eigenlijk altijd wel videokaarten die eigenlijk wel 8 gigabyte hebben. Ja, en deze heeft dat dus niet. Dus miners zouden deze links moeten laten liggen. Dan is inderdaad de vraag, en dat gaan we straks in de games ook zien, is die 4 gigabyte nog wel genoeg voor games? Want voor alle duidelijkheid, misschien even goed om uit te leggen, waarom is meer videogeheugen belangrijk in games? Wat heb je eraan of waar loop je tegenaan als je te weinig videogeheugen hebt? Nou, met meer videogeheugen kun je ten eerste de texture quality, dus gewoon hoe hoog de kwaliteit van de textures in games is, dus hoe scherp en hoe gedetailleerd heel veel dingen in het spel eruit zien, kun je omhoog schroeven. Dat is een instelling die in heel veel games eigenlijk niet zoveel prestaties van de GPU, van de chip zelf vraagt, maar wel veel videogeheugen of relatief veel videogeheugen in beslag neemt. Dus ga je voor de allerbeste kwaliteit, dan kun je vaak met in dit geval een 4 gigabyte kaart, kun je in moderne games niet vaak meer uit. Wat gebeurt er als je wel voor de hoogste kwaliteit kiest? Wat gebeurt er dan in de PC? Nou ja, wat dat betekent in de praktijk is dat de textures die normaal ingeladen worden naar de videokaart, naar het geheugen op de videokaart zelf, dat wordt nu beschikbaar gesteld vanuit het systeemgeheugen. Dus het gewone RAM-geheugen wat in je PC zit. En wat er dan moet gebeuren is, elke keer als er iets nodig is wat normaal direct op het geheugen van de videokaart zelf beschikbaar is, moet dan nu dus via het systeemgeheugen heen en weer gestreamd en geswapt worden. En daar zit een latency, daar zit een vertraging in. En die snelheid is lager. Dat is gewoon suboptimaal voor een videokaart die eigenlijk constant datahonger heeft. Die moet dan wachten. En in je game zie je dat als enorme stotters. En daar word je niet vrolijk van. En we zien ook nog dat de geheugenbus bij deze kaart maar 64 bit is. Dat zal ongetwijfeld ook niet helpen. Nee, dat zal zeker niet helpen. Dat is een smalle bus. Wat dus ook weer betekent dat de bandbreedte inderdaad tussen de chip zelf en het geheugen wat erop zit, die 4 gigabyte, is ook al niet al te breed. En op zich is dat opvallend, 64 bit. Het is een manier om die chip zo klein en simpel mogelijk te maken, want een bredere geheugenbus kost meer ruimte op de chip, kost ook meer energie. Dus het is een kleine, simpele chip in dat opzicht. Maar het is vooral opvallend om te zien ten opzichte van de voorganger, de RX 5500 XT, dat AMD nog een keer besloten heeft om deze bus te halveren. Want op die 5500 XT was er nog een 128-bit bus beschikbaar.
En ja, dat is dus nu gehalveerd. Dus er blijft niet zo heel veel over. Het lijkt een beetje een uit nood geboren oplossing als ik dit allemaal zo aanhoor. Ja, het is misschien een manier om naast die kosten te besparen ook... ze hebben die hoop waarschijnlijk vol gevestigd op dat Infinity Cache. Want dat is nog wel iets noemenswaardig voor deze chip. Net als in andere chips in de RDNA 2 architectuur in de RX 6000 serie... heeft deze chip ook Infinity Cache. Dat is dus nog een extra geheugenbuffertje wat op die chip zit, wat dient als brug tussen wat er in die chip gebeurt en wat er op het VRAM, het videogeheugen, gebeurt. Dat is als een extra buffer daartussen. 16 MB is een stuk minder dan wat we bij die high-end kaarten zien die tot nu toe zijn uitgebracht. In theorie levert het iets van een verzachting van die pijn op. Maar ja, zoals we straks zullen zien, is het niet genoeg om alle klappen op te vangen. Ja, en je zei al, er moet dus in potentie moet er veel gestreamd worden met textures van het werkgeheugen naar het VRAM-geheugen. En dan hangt het natuurlijk ook af voor wat voor moederbord en wat voor PCI Express interface je hebt, hoe snel dat gaat. Ja, want dat is inderdaad nog een opvallende keuze die AMD heeft gemaakt met het ontwerp van die Navi 24 GPU. We houden hem zo simpel mogelijk, was het idee. Wat daarbij dus ook gebeurd is, als je er een desktopkaart van maakt, die chip heeft niet zo heel veel lanes. Dus wat dat betekent is nogmaals waar we het net over hadden. Er is niet genoeg videogeheugen beschikbaar om alle textures in te laden. Dus dat gaat via het systeemgeheugen. Dat moet over die PCI Express bus. Alleen deze chip is zo klein en zo simpel. Daar zijn maar 4 lanes van beschikbaar. Het verhaal wordt er niet beter op. Nee, het is echt een uitdaging om deze chip goed te laten presteren in moderne games. En het is echt een beetje zoeken naar voor wie deze kaart dan nog wel interessant kan zijn. Ja, want je zal dit waarschijnlijk niet in een high-end systeem stoppen. Dus waarschijnlijk zelfs nog in een PCI Express 3.0 systeem. Waarbij je met 4 lanes nog weer eens de helft van de bandbreedte hebt ten opzichte van een PCI Express 4.0 systeem. Ja. We hebben het ook op beide methodes getest. Hè? Zowel via een PCI Express 4.0 bus als via een 3.0 bus. Ja, en dat hebben we inderdaad gedaan. Ook op die 3.0 bus om het scenario voor te schotelen. Wat als je inderdaad deze budgetkaart in een, nou ja, niet het allernieuwste, in een iets ouder systeem, om zo maar te zeggen, stopt. Wat echt niet ondenkbaar is voor deze kaart. Als je nog een oudere videokaart hebt en je wil af en toe een spelletje spelen en ja, je bent ook hopeloos triest geworden van hoe de videokaartenmarkt ervoor staat, dan zou dit zomaar interessant kunnen zijn. Alleen dan is eventjes de vraag, is het wel verstandig om zo'n kaart in een PCI Express 3.0 systeem te gaan stoppen? Want er zitten maar 4 lanes op. Ja. Ga je dat in snelheid ook nog een keertje halveren? Ja, daar blijft echt bijna niks over. Laten we eens proberen om die vraag te beantwoorden door naar de benchmarks te kijken. We hebben deze kaart, we laten wat verschillende scenario's zien, omdat het dus heel erg uitmaakt van hoe je de kaart gebruikt, wat we in de praktijk zien. Laten we beginnen met wat soort synthetische benchmarks. Ja, 3DMark TimeSpy is echt een synthetische benchmark, waar geen spannende, onvoorspelbare dingen gebeuren, zoals bij echt games die zware textures inladen en zo. Het is allemaal redelijk voorspelbaar. Heel synthetisch wordt de rekenkracht van een videokaart bepaald. Echt die graphics score waar we even naar kijken. Ja, en dan is het niet heel verrassend om te zien dat dit kaartje best oké doet. Hij presteert nagenoeg hetzelfde als die RX 5500 XT, die voorganger, die wel over iets meer rekenkernen beschikt. Maar deze architectuur is net wat nieuwer, dus ja, dat heft elkaar op. En dan presteert hij op het nagenoeg hetzelfde niveau. En in die benchmark zien we ook dat de kaart op PCI Express 4.0 en op 3.0 precies hetzelfde presteert. Ja, je ziet voor alle duidelijkheid op 4.0 in donkerblauw en op 3.0 op een 3.0 systeem in het lichtblauw. En je zegt al, hij presteert eigenlijk bijna net zo goed als zijn voorganger of net zo goed. Dat is nauwelijks een compliment te noemen wat mij betreft. Nee, dat is in dat opzicht geen compliment dat je altijd verwacht van een opvolger dat hij het beter doet. Dus het is puur omdat we in die tabel net konden kijken hoe de specificaties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het niet verrassend is dat hij hetzelfde presteert. Maar als je kijkt naar het modelnummer, dan kun je nu al over die synthetische test al verbaasd zijn dat hij het niet eens 20% beter doet, om het zo maar te zeggen. Nee, maar laten we dan eens naar wat real world tests gaan kijken, naar wat echte games. En dan gelijk wat moeilijke games, bijvoorbeeld Cyberpunk en Doom. Dat ziet er niet zo best uit. Nee, dat ziet er niet heel goed uit. Aan de linkerkant hebben we hier Cyberpunk op Full HD, dus 1080p met medium instellingen. Ja, dat is wel een beetje waar je aan moet denken met deze kaart, want qua rekenkracht houdt het niet over. Maar ook op die instellingen, ja, dan valt het ten opzichte van die synthetische test waar we het net over hadden, valt het al tegen, want hij presteert dus minder dan zijn voorganger. En daarin zien we dus ook nog een keertje, en daar hebben we straks een veel beter voorbeeld van, dat hij het op PCI Express 3.0 dus echt niet zo goed doet. En aan de rechterkant hebben we een geval van Doom Eternal op medium instellingen, normaal nogmaals dezelfde resolutie. Ja, dat is een spel wat ook wel bekend staat dat het vrij veel videogeheugen nodig heeft. Het wil ook niet zomaar opstarten met een kaart met weinig videogeheugen.
Het is ook een spel wat heel erg afhankelijk is van die bandbreedte op een videokaart. Ja, en dat heeft deze niet. En dan zie je dus dat hij in zo'n spel als dit, zelfs op medium instellingen al, dus echt ver terugvalt ten opzichte van die RX 5500 XT. Ja, want je ziet hier, het is zo'n beetje 81 fps wat hij haalt, maar dat steekt schuil af. Ja, je ziet, het is zo'n beetje 80 fps wat ze hier halen, maar dat steekt schuil af tegen de 5500 XT. Dus de voorloper die gewoon ruim 140 fps doet. Dat is echt een enorme stap terug die deze kaart maakt. Enorm verschil, en dan kun je inderdaad nog wel zeggen, rond de 80 fps is nog wel speelbaar. Maar bij veel games zien we ook wel dat het in de frametimes dan weer tegenvalt. Dus de allerzwaarste frames duren dan ook relatief lang om te renderen op zo'n kaart. En wat we verder aan Doom in dit geval kunnen concluderen, omdat die PC Express 3.0 resultaten identiek zijn aan 4.0, dat het in dit geval echt op die chip zelf een limitatie zit en niet per se... De interface met het systeem. Ja, precies. En dan nog eventjes F1 en Far Cry. Ja, nou, F1 is dan ook alweer een voorbeeld. Hier pakken we hem eventjes wel op ultra-instellingen. Is dan dus ook alweer wat goed laat zien dat als je met deze kaart op ultra-instellingen wil gaan gamen, dat gewoon... Ja, niet zo'n verstandig idee is, want hij heeft maar 4 gigabyte geheugen. En dan zie je dus hier ook weer dat hij dus echt wel ver terugvalt ten opzichte van andere kaarten die met dezelfde of mindere specificaties nog beter toe kunnen, omdat die meer videogeheugen hebben, al dan niet over meer rekenkracht beschikken. Ja, en hier aan de rechterkant in het beeld zien we dan Far Cry 6 op ultra-instellingen. Nou ja, ultra-instellingen die vragen wel wat meer van het VRAM-geheugen. En dan zie je bij deze kaart die 4 gigabyte heeft, dat het gewoon echt niet voldoende is voor dit spel. En dan zie je dus de straf die je krijgt als gebruiker van een PC Express 3.0 systeem. Want die framerate die is bijna de helft van wat je op 4.0 krijgt. En die resultaten op dat 4.0 systeem, 61 fps, kan meegespeeld worden. Dus dat is acceptabel. Maar ja, heb je een iets ouder systeem waar je deze kaart in stopt, dan halveert de framerate bijna. Ja, laten we dan ook nog eens binnen één game kijken wat het verschil is tussen medium en ultra. In dit geval pakken we daar Forza Horizon 5 voor. En dan zien we ook dat wel echt impact heeft. Ja, dan zie je dus op medium instellingen nogmaals in dit spel inderdaad weer, het gaat best. Het zijn sowieso framerates die oké zijn. Prestaties die zijn best oké, komen overeen met zijn voorganger. Nogmaals, het is niet indrukwekkend, want het had nog wel wat sneller gemogen, maar het is acceptabel. Maar ga je die instellingen ook in Forza dus weer opschroeven naar ultra, dan zie je dat die kaart daar gewoon echt niet voor gemaakt is. En dan zie je dus ook weer het verschil tussen PC Express 4.0 en 3.0 groter worden. Er wordt namelijk meer VRAM vereist. En dat kan nog iets sneller via dat 4.0 systeem dan via dat 3.0 systeem ingeladen worden. Maar in beide gevallen zie je ook dat die geheugenbus op die kaart zelf is gewoon niet toereikend voor hogere instellingen. En zeker niet voor hogere resoluties. Al met al kunnen we dus stellen dat AMD zegt, ik heb een kaart gemaakt die niet geschikt is voor miners. Ik denk dat we kunnen zeggen dat als je met medium instellingen wil gamen in 1080p resolutie, dat je hier redelijk mee uit de voeten kan. Ja. Maar is het daarmee een aanrader? Nou, het is daarmee geen aanrader. Ik zou niet snel iemand aanraden om voor deze kaart te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Er komen er namelijk nog wat meer haken en ogen bij. In deze chip is zoveel geknipt en die is zo ver teruggebracht. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar hij heeft zelfs geen hardware encoding om video te encoden. Dus als je een filmpje afspeelt in H264 of H265, kan die chip wel decoden, dus hij kan het wel afspelen. Wil je iets gaan encoden? Ja, nogmaals, in dit prijssegment en dit prestatieniveau is het niet logisch dat je deze kaart voor echt streaming gaat gebruiken. Maar het is iets wat die chip niet kan. Het zit er niet op. En wat misschien nog interessanter is, voor zo'n chip als dit in een simpel systeem, in een mediasysteem of zo, zou het decoden van AV1 zijn. Maar ja, dat kan die ook niet. Dat zit er ook niet op. Dus het is echt beperkt. En nog een ander probleem wat deze kaart heeft. Het zou voor mensen met veel monitoren, die veel monitoren willen aansturen, en wat voor scenario dan ook, development of databeheer of zo, zou zo'n kaart misschien interessant kunnen zijn, want hij is goedkoop, hij is wel verkrijgbaar. Maar ook daar zit weer een beperking in, want vanuit die chip zijn er maar 2 display streams mogelijk gemaakt. Dus je kunt maar 1 DisplayPort en 1 HDMI of 2 keer HDMI of 2 keer DisplayPort. Met DisplayPort kun je met dat daisy chaining nog wel wat mogelijk maken. Maar ook daarin, het is gewoon zo'n beperkte kaart. Ook voor een hele set aan monitoren is dit ding gewoon echt niet geschikt. Dus ook als je maar €300 te besteden hebt, wat deze kaarten waarschijnlijk ongeveer gaan kosten vanaf prijs, is het gewoon geen aanrader, zeggen we eigenlijk. Nee, wat dat betreft zou je beter goed kunnen kijken naar een tweedehandsje van een paar generaties terug, die misschien iets meer energie verbruikt, maar wel qua specificaties niet zo heftig teleurstelt als dit model. Het blijft nog even doormodderen op de GPU-markt dus. Ja. Oké, dankjewel.
Tot zover deze video. Vond je deze video de moeite waard? Geef ons dan een like. En als je op ons YouTube kanaal bent, abonneer je dan meteen. Want dan weet je zeker dat je geen enkele Tweakers Tech Hub video mist.